Wat hebben een dichter en een filmmaker uit Heerlen met elkaar gemeen? Wij delen een fascinatie voor verhalen, geschiedenis en verborgen erfgoed. Wij willen jullie meenemen in onze maandenlange zoektocht en laten jullie maar al te graag de geheime ondergrondse plekken van Heerlen zien. Ondergronds erfgoed waarvan je niet wist dat het er was, omdat het al die tijd verborgen lag. Tot vandaag. We dalen trappen af, duiken kelders in, trekken luiken open en halen de onderste steen met pijn en moeite boven. Welkom bij Heerlen Ondergronds. Explosie zou onmiddellijk alles op de grond wegvagen. En dan hebben we het nog niet eens over de lange termijn effecten die veroorzaakt worden door de radioactieve fallout. In de vorige aflevering zagen we dat Heerlen voorbereid was op de Koude Oorlog. We spraken met Fred Stark, die al meer dan 35 jaar parking host is en werkzaam is bij de Q-Park onder het burgemeester van Grunsvenplein. We kregen langzaam maar zeker door dat er nog veel meer geheimen onder de grond te vinden waren. Hier. Bouwjaar. 1969. Dat is hoe lang geleden? 1979, 89, 99, 2009. 52 jaar. Of vergis ik me nou? Maar ik weet niet wat gratis en voor niets betekent. Wat dan? Ik ben gratis naar school geweest, jij voor niets. Ja. Ja, leuk Fred. Dankjewel. Dus met deze motor uit Alkmaar kunnen die mensen die dus hier schuilden, ja. Als boven de bom viel, door deze motor kunnen ze overleven? Ja. Want deze motor zorgt voor stroom, warm water. Maar ook voor aanvoer van de lucht van buiten. Ja, de filters die die lucht moeten filteren dan. Zeker. En ook weer afvoeren de lucht die hier gebruikt wordt. Wat hebben we hier? Hier zat vroeger de ventilatie. Dus er werd de verse lucht aangezogen. Die kwam hier naar binnen toe van buitenaf. In deze ruimtes. Hallo? Hallo? En waar wordt het nu voor gebruikt? Dit is nog steeds ventilatie. Op het moment dat hetzelfde het bovenbrand uitbreekt, dan gaan daar de lamellen open. En deze gaan dan automatisch dicht dat er ook niet hier naar binnen stroomt. Ja. We gaan terug naar de vondst, want daar vinden we André, onze bouwhistoricus slash factchecker. We hebben een boel vragen voor hem. Het is natuurlijk een gigantische parkeergarage. Ja, je hebt twee lagen. Ja. De onderste laag is bestemd als schuilkelder. En als je met de auto erin rijdt en je kijkt goed aan de zijkant, zie je een verticale sleuf met een soort planken voor. Daar zit achter de deur die je dan in geval van een dreiging dicht kon zetten. Waardoor die dus die kant helemaal dicht is. En waar je normaal als voetganger inloopt, die gang wordt ook dichtgezet. Maar er zit dan een luchtsluis, dus eigenlijk een ruimte met aan beide kanten een luchtdichte deur. Daardoor kun je dan de schuilplaats binnen. En als je vervuild was door fallout, dat je schoon moest worden gemaakt, was er ook nog een douche. Dan kon je gewoon trek je kleren uit, ging je douchen en dan kon je nieuwe kleren aantrekken. Dat je in ieder geval de fallout van je af kon wassen. En dan kon je de schuilkelder in. Even voor mij, fallout. Fallout is de nucleaire neerslag, de straling die je dan in deeltjes op jezelf kan hebben en ja, die je dus gewoon dood kunnen maken. Ja. Dus die douches die hadden die functie ook om die straling of die deeltjes in elk geval van je af te... Om je gewoon schoon te maken, dat je in ieder geval de vervuiling van je af kon halen. En die kleding? Die werd gewoon weggegooid. Die werden meteen weggegooid? Ja, die werd niet schoongemaakt, je kreeg gewoon nieuwe standaardkleding aan, dat je dan in ieder geval schoon de bunker in kon gaan, dat je niet meer... Die fallout die nucleaire deeltjes op je houdt. Hier zit nog een deur. Hier zit nog een deur. Oké. Okay. Dit is dus een grote schuifdeur. Dat ding? Deze hier, ja. Die bestaat uit gedeelte staal en beton.
En die konden ze geheel hier ingeschoven worden en dan was het luchtdicht afgesloten. Dus wacht, dit ding loopt helemaal door tot de achter. Ja. Dit is, hoe diep? Nou, een meter of zes denk ik. Een meter of zes. En dan zit hier een deur in en deze die kan je eruit schuiven. Die gaat over een soort rails. Een soort rail, schuift die en dan erin. Schuift die hier juist. Deze hele parkeergarage dicht. Juist. En dan zit het pot dicht. Dan zit het pot dicht. Kan niks meer bij. Daar kan niks meer bij. Gestoord. Onze zoektocht gaat verder. We dalen met Fred af naar het diepste gedeelte van de Q-Park parkeergarage. Daar vinden we een deur die normaal gesproken afgesloten blijft voor iedereen. Maar vandaag hebben wij de sleutel. Hoe dik is dit? Een dikke deur, luchtdicht afgesloten. Oké. Hallo. Nummertje 13. Dat voorspelt niet voor goed. En hier kwamen mensen dus binnen. Het ruikt hier wel een beetje kelderachtig, Fred. Ja. Ik zal even licht maken. En dan kwamen mensen hier binnen en er werd daar een douche aangesloten. En mensen werden dan eerst afgespoeld voordat ze de schuilkamer in gingen. Als ze radioactieve stof op zich zouden hebben dan. Ja, ik zie ook deze prullenbakken bijvoorbeeld. En ik zie allemaal kasten en zo. Die zijn nieuw. Die zijn van jullie. Die zijn van ons, ja. Maar die leidingen? Die waren er wel op, ja. Dat is allemaal van het schuilkeldergedeelte. En daar waren ook aangesloten de douches? Douches. Hier werd een douche aangesloten. Iemand hier kwam binnen, werd die onder de douche gezet. Dan werd de radioactiviteit van hem afgespoeld. En dan was die deur weer dicht en dan ging deze deur open. Dan kon hij zo de schuilkelder in. En hier ga je de schuilkelder in? Dan ga je daar de schuilkelder in, ja. Dus op een gegeven moment, je bent dus gedoucht. Ja. Je komt die ruimte binnen en dan werd hier geschuild. Geschuild, ja. Hier werden dan bedden opgesteld waar mensen konden slapen. In de vloer lagen ook allemaal leidingen, dat waren wc's en douches en dergelijke opgehouden dat mensen zich konden verzorgen, wastafels. Dus dat werd op dat moment ook volledig geïnstalleerd? Ja. Ja. Die bedden waar je dan allemaal op kon liggen, die zijn hier niet meer? Die zijn hier niet meer. Die stonden allemaal opgeslagen in die ruimtes. We zijn hier daar in de hoekjes nog zijn ruimtes. Daarachter in de hoek is nog ruimte, daarachter zijn nog ruimtes. Daar stonden die allemaal in opgeslagen. Ja, ja, ja. Ja, ik weet dat ze in het ABP dat ze daar nog wel materiaal hebben liggen. Maar weet jij toevallig of ze daar ook die bedden hebben of ben je daar niet van op de hoogte? Ik ben er nooit geweest, dus ja. Ik zou het niet weten. Ja. We zijn bij het ABP. En het schijnt zo te zijn dat onder het ABP ongeveer zo'n schuilkelder ligt, zo'n atoomschuilkelder, als bij de Q-Park. En we hebben afgesproken met Mark en met Ger en zij gaan ons die schuilkelder onder het ABP volledig laten zien. Marlijn, ja? Je zegt steeds ABP, maar tegenwoordig is het APG. Hoe bedoel je? Ja, dat is overal te lezen, hè? Want je zegt steeds ABP, maar dat is APG. Boven de ingang en vooral boven op het gebouw, daar staat APG. Ah, ramverwarrend hoor. We zijn hier met Ger. Jij werkt in dit gebouw, bij het ABP. Ik werk nu 41 jaar bij APG. ABP eerst, toen was het nog een overheidsinstelling. Ah ja. Daarna is het geprivatiseerd. En dan ben ik 34 jaar hier als beveiliger. Daarna hoofdbeveiliger geworden. Dus ik weet wel iets van het gebouw af, ja. Na 40 jaar. Jij bent na 40 jaar niet weggegaan en waarschijnlijk ook niet weg te krijgen hier. Nee. Nee. Ger, wat ga je ons zo meteen laten zien? Zometeen ga ik je laten zien de schuilkelder van ABP, nu APG. Daar ga ik je dan een en ander bij vertellen. Ja, vet. Cool. Laten we gaan. Nou, dit is het luik voor besmette kleding. Dat heeft hier ook vroeger opgestaan, besmette kleding. Daar is een verbinding binnen met de douche. En zo gauw als je daar ging douchen, dan moest je nieuwe kleding. Dan moest je daar ook in zo'nzelfde luik gooien. Dat komen we dadelijk aan, dat kan ik je laten zien. Vervolgens werd het hier gedropt. En als je dan naar de hand naar buiten ging, dan moest je die besmette kleding eruit halen en dan ergens anders gaan deponeren. Dit is dan allemaal atoomvrije kelder, dit, hè, waar we nou in zitten. Nou, wat ik net al eens een keer aanhaalde, toen we buiten waren, had je de luik met die kleding, die besmette kleding. En hier heb je dus die ruimte
waar de damesdouche is, op een moment, maar toen was het ook de gewone douche voor iedereen. En dan had je hier dus het luik, en het geeft ook aan, staat hier duidelijk opgeschreven, inwerpluik, besmette kleding. Dus dan maakte men deze open, ja, en gooide die besmette kleding hier naar binnen. Als dat nog dicht is, en de mensen gingen dan weer anders naar buiten, dan moesten zij die kleding oppakken en dan ergens anders deponeren. Je hebt die schuilkelder onder het ABP. Ja. En je hebt een schuilkelder onder het burgemeester van Grunsvenplein. Ja. Wat is nou precies het verschil tussen die twee schuilkelders? Kijk, die onder het ABP die kan twee functies hebben. Hij kan in principe hetzelfde zijn, dat die voor de bescherming van de bevolking is. En dan kunnen mensen uit de omgeving die er toevallig zijn, in geval dat, kunnen ook schuilen. Maar net zoals bij de Q-Park. Ja, Grunsvenplein, ja. Precies hetzelfde. Wat ook mogelijk is, is dat het heet dan BZB. Het bedrijf zelfbescherming, dat die bedoeld is voor of voor het personeel dat allemaal kon schuilen of dat het ABP als kantoor nog door kon blijven functioneren. Want het was wel, de overheid wou wel zoveel mogelijk alle overheden, alle functies van de overheden laten doorfunctioneren. De atoomschuilkelder onder het APG was werkelijk gigantisch. We zijn dan ook, omdat we nou eenmaal hard gaan op ondergrondse geheimen, uren, maar dan ook urenlang met Ger ondergronds geweest om het hele complex te kunnen zien. Ons werd langzaam maar zeker duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn met de schuilkelder in de Q-Park garage. De schuilkelders waren de plek waar de hele naar kon schuilen. De besmette kleding kon uit. Er waren douches. Uitklapbare bedden en stretchers. Dieselaggregaten voor de elektriciteit, ventilatiesystemen en filters voor frisse lucht en dikke deuren sloten de kelder af. Echter, we vonden in het labyrinth onder het APG ook een aantal unieke ruimtes die we nog niet eerder gezien hadden. Zo ook de commandoruimte. Van hieruit werd het allemaal in de gaten gehouden hoe iemand naar binnen kwam. Zitten we hier dus nu in de commandocentrale. Even licht maken, dat je ook een beetje ziet wat er gaande is. Dus dit is die commandocentrale waar die intercom op uitkomt? Ja, die intercom die bevindt zich daar. Die is nodig aanwezig. Van hieruit werd het dan allemaal gecoördineerd. Wat voor mensen zaten hier dan bijvoorbeeld? Ik kon wel een rolplaats voor een man of 10, 15. 15 mannen, wat deden die? Ja, dat zal van de technische dienst zijn. Hè? Iets van de veiligheidskant zal er zeer zeker bij zitten. Heb jij hier gewerkt in die tijd? Ik heb hier in die periode gewerkt dat dit nog helemaal actief was. Heb jij in de periode gewerkt dat het hier nog een commandocentrale was? Er was er nog een commandocentrale, dat klopt. En wat deed je dan? Ja, wij hoefden hier eigenlijk helemaal niks te doen. We moesten alleen stand-by staan. En dat was in die tijd. Totdat het geval van de Koude Oorlog voorbij was. Toen werd het opgegeven. Maar voor die tijd werd er nog altijd door de technische dienst onderhouden en nagekeken, zodat alles up-to-date was. Maar ja, dat was destijds de bedoeling dat de mensen van ABP zelf, die zouden allemaal hier naar binnen gaan. Ja. Ja, het was originele sirene. Oké. Okay. En dan kunnen we nog wel een kleine demonstratie voor geven. Mag je zelf draaien, Israël? Mij de eer? Ja, oké. Okay. Wel. Ja, dank je. Volgens mij heb ik vaker gedaan. Ik heb hem thuis ook. In tweede leven. Ja. Maar een herrie maakt dat ding, hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Want waar werd zo'n sirene voor gebruikt? Ja, de sleutel voor aan te geven. Luister, dat dreigt gevaar. Iedereen moet naar binnen. Ben je dus al die tijd op zoek naar luchtalarmen op straat? En dan moet je dus naar de schuilkelders van het ABP om daar eigenlijk, wat mij betreft, het enige echte luchtalarm tegen te komen.
begin wel ook zo tussendoor een beetje het gevoel te krijgen, zo nu en dan, als je ergens binnenstapt, dat dat echt een tijdscapsule is. Dus dat je ook wel een beetje het gevoel begint te krijgen dat er voor mijn leven, ik ben dus in 91 geboren, ja goed, je weet dat natuurlijk, dat voor die tijd er van alles was. Maar als je zo'n luchtalarm ziet, en je ziet zo'n brancard, en je ziet die deuren, dan wordt dat wel ineens heel erg, nou, klinkt stom, maar echt. Maar dit is een gewoon bedrijf. Het is gewoon het APG tegenwoordig, het ABP vroeger. Het is een gewoon bedrijf in een redelijk gewone stad, zou je kunnen zeggen. En je komt overal in dit gebouw gewoon sporen tegen uit die Koude Oorlog. En ja, dat gevoel wat ze in de Q-Park al een beetje hadden. Hè, je stapt ergens in, je stapt in een verhaal. Dat gevoel wordt door al die voorwerpen en door al die spullen die je overal de hele tijd ziet, wel heel erg versterkt. Het is een beetje alsof je een geheim ontdekt wat nog niemand weet van heeft. We lopen van het APG naar de Brightlands Campus. In de ondergrondse tunnel komen we Mark van Oosterhout tegen. Hij werkt al 40 jaar bij het APG en hij is nu onder andere security officer. Hij neemt ons mee naar de nog dieper gelegen kelders onder het gebouw. Een plek waar we veel moeite voor hebben moeten doen om hem te kunnen zien. Een unieke kans dus. Er wacht nog één indrukwekkende ruimte op ons. Nou, deze ruimte is eigenlijk de hele noodschoonvoorziening van het pand. Okay. De circulatieruimte, daar gaan we nu naar binnen toe. Okay. Hier is geen licht verder? Nou nee, hier is geen licht. Ik ook eindelijk... Eindelijk je lampjes gebruiken. Nou, deze ruimte is even noodstroomaggregaat gestaan. Moeten even de lichtknop zoeken. Nou, die ruimte is noodstroomaggregaat en hier staan de fietsen. De fietsen. De legendarische fietsen. De legendarische fietsen. Wat was dit voor? Dit waren noodfietsen. Ja, het was niet voor de sporten. Nee. Het was niet voor de fitness. Het was echt om te zeggen, als echt alles uitviel, je had geen lucht meer. En je zat toch in die kelder. En wat er ook gebeurd zou zijn, ieder van een bom of wat dan ook, dan kon je de mensen toch voorzien van verse lucht in de pan. Dus dan moest je hier met z'n vieren blijven? Moest je hier met z'n vieren blijven, maar goed, ik denk na een half uurtje zou je het moeten afwisselen. Dat je toch weer dat ding aan de gang kunt krijgen. Ja, heel aparte gedachte moet ik zeggen. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat gewoon heel veel zin had dat niet, toch? Nee, ik denk het niet. Misschien voor een paar uur of een halve dag. Het ligt er hoeveel mensen je bent. Maar ik vind het een beetje een ridicule gedachte ooit. Maar ja, het is niet zo lang geleden bedacht. Maar ze staan er nog wel. En we laten ze ook staan om mensen te laten zien van, joh, kijk. Ja. Dat was toch de Koude Oorlog gedacht. Op alle voorzieningen hebben we toen er wel voor getroffen, moet ik zeggen. We hebben hier collega's werken die misschien al 20, 25 jaar werken, maar die weten dat helemaal niet. Rick en ik mochten ons maandenlang verdiepen in een groot en tegelijkertijd klein stukje van een verborgen Heerlense geschiedenis. Schuilkelders die nooit gebruikt zijn als dusdanig, omdat die bom uiteindelijk nooit gevallen is. Schuilkelders die daarom onbewoond bleven en daarom al die tijd verborgen waren. Ergens is dat goed nieuws natuurlijk, maar we moeten uitkijken dat deze geschiedenis niet uit ons geheugen verdwijnt. Daarom zijn Rick en ik deze zoektocht gestart, om de ondergrondse sporen van de Koude Oorlog in Heerlen bovengronds te krijgen. Este bleef. Voor Heerlen ondergronds zijn we op zoek naar interessante ondergrondse verhalen. Heeft u nou een tip? Laat het ons weten via de social media kanalen van de gemeente Heerlen. En misschien komen we voor de volgende aflevering wel bij u langs. In de volgende aflevering zijn Rick en ik op de Algemene Begraafplaats op de Akerstraat. Ook daar ontdekken we dat er ondergronds een heleboel geheimen en verhalen te vinden zijn.